Welkom en leuk dat je kijkt. In deze video geven we 6 tips voor het werken met en onderhouden van een Vematec sloopsorteergrijper. Tip 1. Zorg altijd voor een veilige werkomgeving voor collega's die rondom de machine aan het werk zijn. Houd rekening met de 3 zones rond je machine. In de geen toegangzone mag niemand zich bevinden tijdens het draaien van de machine. In de gevarenzone mag alleen geautoriseerd personeel komen waarmee je als machinist constant in verbinding staat. Ook in de werkzone mag alleen geautoriseerd personeel komen tijdens het draaien. Tip 2. Wissel tijdens het roteren van de grijper niet te snel van richting. Plotseling wisselen van rechts naar links of andersom veroorzaakt een piekdruk in de motor. Hierdoor kan de motor beschadigen. Tip 3. Zorg er tijdens onderhoud aan de grijper voor dat deze geopend op een vlakke en stabiele ondergrond staat. Schakel bovendien altijd de graafmachine uit. Tip 4. Smeer iedere 8 uur de smeerpunten van de sloopsorteergrijper. Doe dit met hetzelfde vet dat je gebruikt om de smeerpunten van je graafmachine te smeren. Zorg ervoor dat je geen enkele smeernippel mist en pomp net zo lang totdat het nieuwe vet zichtbaar naar buiten komt. Tip 5. Controleer regelmatig of er speling zit op de draaikrans en de andere draaiende delen aan de grijper. Te veel speling kan schade veroorzaken aan de grijper. Tip 6. Draai of vervang je slijpmessen op tijd. Doe dit op het moment dat de grijper niet meer volledig sluit of wanneer er slijtage ontstaat aan de moedermessen. Wanneer de moedermessen te ver slijten, dan loop je het risico dat je de slijtmessen niet meer vast kunt maken aan het moedermes. In dat geval moet de grijper worden gerepareerd en dat brengt hoge kosten met zich mee. Draai of vervang je slijtmessen dus op tijd. Tot zover onze tips. Kijk voor meer informatie over het werken met en onderhoud aan een sloopsorteergrijper in de instructiehandleiding. En wil je een video zien over het koppelen van een sloopsorteergrijper aan een graafmachine? Klik dan op de kaart die nu rechtsboven in deze video verschijnt. Bedankt voor het kijken. Vond je deze video nuttig? Vergeet dan niet te liken en kijk voor andere Vematec instructievideo's op ons YouTube-kanaal. Werk ze!